Ik ben er niet vanaf. Ik zal er nooit vanaf komen, maar ik leer ermee om te gaan. En ja, daar ben ik nu nog steeds mee bezig met nazorg en therapie. Dus dat houdt me wel bezig, ja. Ja. Nikki heeft een eetverslaving. Het komt erop neer dat zij veel vreet bij haar heeft. Er zijn organisaties die deze mensen met een eetverslaving helpen. Een hiervan is Ready for Change. Wij behandelen alle verslavingen die er zijn. Dat doen wij op ambulante basis. Dat betekent dat wij geen opnames hebben. Wij hebben alleen maar stoelen. Dus mensen komen hier of overdag of in de avond en blijven niet hier slapen. Wij krijgen over het algemeen, ja, het gaat met vlagen, maar wij hebben regelmatig mensen met een eetverslaving. Nikki heeft deze verslaving al een hele lange tijd, maar hoe is deze eigenlijk ontstaan? Ik denk dat het begonnen is rond mijn 16e ongeveer. Mijn broer heeft een vorm van autisme, PDD-NOS. En hij was heel erg agressief en was niet fijn om thuis te zijn. Ik trok me vaak terug op mijn kamer. En op mijn kamer had ik niemand om mee te praten. Of mijn moeder was vaak weg aan het werk. Dus ja, ik had een soort leeg gevoel en dat vulde ik op met eten eigenlijk. En daar is het begonnen en dat is zich steeds meer gaan ontwikkelen met andere dingen erbij. Er is een grote kans dat je dit niet durft te vertellen aan je naaste. Hoe gaat Ready for Change hiermee om en hoe heeft Nikki dit gedaan? En wij hebben sowieso voor mensen hier in de behandeling hebben we altijd een informatieavond. Dus er wordt uitgelegd wat verslaving is, want mensen zijn ook onwetend. Als het niet dicht bij huis is, ja, dan heb je eigenlijk geen flauw idee. En zeker mensen met een familielid die eetverslaafd is, ja, die hebben al helemaal zoiets van jeetje, in een verslavingskliniek en heftige behandeling en zwaar, is het allemaal wel nodig? Kan ze niet gewoon naar de Weight Watchers bijvoorbeeld? En dan proberen we dat op zo'n informatieavond duidelijk te maken. Proberen we dat heel goed uit te leggen met voorbeelden. En er vindt altijd een familiegesprek plaats. Want je kunt voorstellen, iemand die verslaafd is, die is gewoon ziek. En die zit niet lekker in zijn vel en die uit zich moeilijk en die vindt het lastig om zijn gevoel te tonen. En het is heel belangrijk dat dat wordt opengebroken. Iedereen wist wel dat ik te veel at. Maar ja, dat doen wel meer mensen. Dat hoeft niet per se iets achter te zitten. Iedereen dacht gewoon, oh, van die is lekker bourgondisch, lekker aan het eten. Maar ik wist dat er wel meer gevoelens bij zaten. En nou, het enige wat ik wel, voordat ik wegging, heb ik heel mijn familie een e-mailtje gestuurd met, nou ja, dit ga ik doen, ik ga naar Afrika en dit is de reden. Dus toen is het eigenlijk dat iedereen het wel wist. Ja. En als laatste ga je op zoek naar een behandeling. Op welke manier ondersteunt Ready for Change en op welke manier heeft Nikki hulp gezocht? Wij ondersteunen die mensen hier, omdat we zeggen, nou, we pakken het hetzelfde aan als alcohol en als drugs. Ze zeggen, abstinent blijven van de alcohol en van de drugs, dat is punt 1. Maar je kunt niet abstinent blijven van eten, want je moet eten, anders dan ga je dood als je niet eet. Dus wij helpen die mensen door ze wel in de groep te zetten, ook met andere verslaafden, dus met alcoholisten, met drugsverslaafden, met gokverslaafden. Zodat ze zien dat het mechanisme wat zij met eten doen, hetzelfde werkt als wat de alcoholist met alcohol doet. Want de alcoholist die drinkt om niet te hoeven voelen en om dingen te kunnen vergeten. En dat het een eetverslaafde ook. Dus wij zeggen, wat is nou eigenlijk de motivatie dat je eet? Dus wij proberen de eetverslaafde abstinent te krijgen van de eetbuien. En ze gewoon een normaal eetpatroon of eetgedrag weer aan te leren. En dat eten. Ik ben nu 3 à 4 maanden terug uit Zuid-Afrika. Ik heb in Zuid-Afrika heb ik in een kliniek gezeten. Nou ja, in een heel groot huis en met counselors. Nou ja, een dag daar zag er ongeveer uit. 'S morgens ontbijten en met z'n allen. Daarna een stukje wandelen. En daarna therapie. En dat kan inhouden dingen knutselen met een achterliggende opdracht. Of gewoon praten, heel veel praten. Want ze kijken daar niet naar het eetprobleem op zich, maar naar de achterliggende gedachten waar het vandaan kwam. Dus ik heb heel veel, nou ja, gepraat en gepraat en gepraat.
En dat heeft me goed gedaan.